Wat zeg je tegen mensen? Ook hallo burger? Ja. Nee. Ja? Hallo. Hier, ze geeft het meteen. Netjes hè? Ja. Oh, zo. Wat gebeurt hier nou? Laten we eens even kijken. Oh. Hey. Oké. Okay. Nou, daar zit ons werk erop. Police Simulator, dat klinkt als een politiesimulator. En als je die gaat spelen, dan heb je natuurlijk een echte agent nodig om te kijken of het wel een echte politiesimulator is. En tada, daar is die Malek, mijn nieuwe beste vriend. Want we hebben namelijk de afgelopen weken met elkaar opgetrokken om moderators te verrassen met Give a Nod to the Mod. Want moderators zijn heel erg belangrijk, helemaal als je in Twitch streams zit te kijken en het loopt eruit de klauwen. Dan zijn zij daar om met de banhamer te zwaaien en het tuig weg te sturen. Over Give a Nod to the Mod later meer in deze video, maar eerst gaan we even kijken of Police Simulator, dat politiewerk, echt wel zo realistisch is. Malek is hier, ik ben hier, daar gaan we. Vorige keer hebben we gekeken natuurlijk naar GTA 5, niet realistisch als het gaat om politiewerk, maar dit moet toch wel echt super realistisch zijn. Goed, we beginnen achter ons bureautje. Ja, ik wil gelijk opmerken, ik vind hem al minder realistisch. Hoezo? Ik mis mijn mok. Ik ga koffie halen voor jou. Ja. Oké, we gaan naar buiten. Oh, je hebt je het zelf gelijk, maar... Oh, we zijn de verkeerde kant opgelopen. Nou, dan zien we dat ook hier, hoe dit is. Het zijn van die ophoudcellen. Oké. Okay. Zij praat tegen een muur. Mevrouw, gaat het goed met u? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. GGZ komt u zo beoordelen, ja? Doei. Politieauto. Mogen die gebruiken? Ik hoop het. Even kijken. Ik ga er sowieso gewoon in zitten. Hey joh, kijk daar. Ja, ik kan er gewoon in. Hier, kom. We gaan in deze smart. Smart ook nog. Help is out the way here! Potverdorie. Hier, staat hier gewoon een auto op de bushal. Dat is niet goed, hè? Nee, parkeer even je auto erachter even netjes. Als je de achter of de voor? Nee, erachter. Van achter, erachter. Zo, een beetje. Yep. Op. Vul jij de schadeformulier in? Ja. Boep, boep. Exit. Hier, hier staat een bord, hè? Parking. No parking. Never, nooit, niet. Nou. Dan laat hem gewoon maar even wegslepen. Dat ziet Tikkie. Jeppa, weg met die auto. Zo, best wel een luxe dingetje hoor. Kijk dan. Ja. Oh, nu, hij is boos, denk ik. Is hij boos? Ik denk het. Nou ja, wat is hij aan het doen? Zoek meteen om idee vragen? Is dat een ding? Ja, als het zijn ding is. Of zou ik hem meteen vastzetten? Nee. Of ja. Is hij stout geweest? Ja, ik weet niet wat hij gedaan heeft. Wat heeft hij gedaan? Ja, het is lelijk haar. Heb je dat gezien dan? Nee. Hoe vond je dat ik dat deed? Ik sprak hem wel resoluut aan, deze meneer. Oh no. Maar wat had hij nou fout gedaan? Hè? Hij liep daar over de weg. Gewoon een beetje schuin. Schuin oversteken. Een beetje scheef oog had hij ook. Oké. Ja. Malek. Ja. Deze mevrouw leest een boek over panda's. Over panda's? Ja. Beschermdiersoort natuurlijk. Ja. Dus... Zullen we dan even vragen om haar idee? Is dat goed? Hoe moet ik deze situatie aanpakken? Ze leest een boek over panda's. Ik zou gewoon lekker een praatje maken. Ja, ik wil je idee zien. Ik vind deze staat netjes hier gewoon. Okay. Hier, ze geeft het meteen. Netjes hè? Ja. Ik krijg een idee van Giuseppe Hamelijn. Dat lijkt me niet... Dit is niet Giuseppe, toch? Nee, dat lijkt me niet helemaal in orde. Nee, Giuseppe. Oh, we zijn klaar. Nou, we zitten midden in een dingetje. Ja, maar dan kan ik toch gewoon dan laten gaan. Mijn shift zit erop. Ze heeft een ID-kaart van een man. Ja. Gewoon in de boeienslag, ja, toch? In deze tijd. Ja, weet je. Tegenwoordig ja, kan het, hè? Kan het. Misschien is dit gewoon Giuseppe. Verdacht. In de handboeien. Geef ze. Zo doen we dat. Zo? Ja. Mee. In de zwart. Nee. Geen grap. Laten we eens even kijken. Oh, hey. Oké. Nou, daar zit ons werk erop. Oh, zo. Wat gebeurt hier nou? Ja. Smartje maakt even een salto. Niks aan het handje. Hij doet het nog. Flink smart. Hoppa, we zijn er weer. Even kijken wat er allemaal hier gebeurt in Brighton City. Of mensen zich nog een beetje aan de regels houden. Ik maak me wel een beetje zorgen voor deze. Zit het nog steeds? Oh. Is hij weg? Is weg. Ah, is beoordeeld door GGZ, denk ik. Ja. Afgevoerd. Hier, deze loopt door rood. Je loopt door rood. Ho, ho. Niet door rood? Ja. Potverdorie. Tuig. Tuig van de richel. Stop. Exit. Exit. Meneer. Stop. Stop. Ik heb even mijn keuring uitgeschreven. Heel goed. Deze meneer is ook aan jaywalker. Ik geef hem een ticket. Ja. $25. Dit is wel echt heel extreem hoor. Eerlijk is eerlijk. Zo. Staat er mooi buiten. Ja, is mooi. Expired. Eeuw. Interact. Parking ticket. Expired. Is je eerst verlopen? Ja. Hup, ticket. En meteen ook wat laten wegslepen dan gewoon hè? Ja, wil je gelijk... Ja, gewoon korte metten. Hier, okay. Deze heeft een boete gekregen. Die laten we wegslepen. Was mijn smart? Daar. Ik ben onblij met deze smart. Help is on the way here! Hier, dit ziet er verdacht uit. Verdachte situatie. Jongen. Die krijgt ook een ticketje voor mij. Taxistand. Nee, deze staat hier gewoon met een taxistand plaats. Ja, dat kan niet. Tozone. Hier, dat staat er gewoon hè. Kan niet, jongen. Interact. Deze laat ik ook gewoon wegslepen. Dat is echt goed bezig, jongen. Hoe zit het qua realisme tot zover? Oh, ja, kijk. Je bent niet heel enthousiast. Nee, kijk, in Nederland, als ik gewoon iemand, zeg maar, een bekeuring krijgt voor zijn parkeertermijn, zeg maar, verlopen is. Ja. Dan gaan we niet laten takelen, tenzij. Klemmetje zetten? Nee, niet eens. Oh. Diegene krijgt gewoon een bekeuring van handhaving. Sterker nog, de politie is niet eens bevoegd om een bekeuring uit te schrijven waarbij betaald parkeer is. Oh. Dat is namelijk gewoon voor handhaving van de gemeente zelf. Dus? Dus ja, voor dit spelletje... in Amerika doen ze het waarschijnlijk wel. Maar voor Nederland is dit niet realistisch. Oké. Check. Maar ik ga hem wel towen. Gewoon omdat het kan. Tuurlijk. Moet punten hebben. Het is wel, ze hebben het wel druk bij die tow company. Hier, we hebben gewoon een optocht aan towtrucks. Oh, 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 ongeluk. Het was inderdaad de schuld van Santana. Niet van mij. Totaal niet van mij. Oh, 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 ongeluk. Wat? Ze is wel heel bij de hand. Ja, is ze bij de hand? Ja. Ik vind dat we daar iets aan moeten doen. Interview accident. Oké. Doen we nog even gezien we ook... Ja, ik geloof, ik ben nog met hem in gesprek. Wat? Ik ben nog met hem in gesprek. Maar ik haal gewoon even die auto aan de kant. Hij geeft niks toe. Hij laat me niet. Dat is gewoon bij de hand. Nee, ik kan niet meer het drugstestje doen. Ik had net een andere menu. Oh? Toen jij ging towen is in één keer alles weg. Alles weg? Ja. Ja. Nou, lekker dan. Je merkt wel dat er echt wel wat bugs in het spelletje zit. Toch? Ja, maar als je kijkt... Je moet echt op een specifieke plek staan om die deur te kunnen openen. Ja. Nee, de kwaliteit van deze game, daar zullen we het niet echt over hebben. Nee. Je ziet misschien al wel hoe het eruit ziet. Het is niet de mooiste game ooit gemaakt, maar ook gameplay-wise is het niet de beste game ooit gemaakt. Nee. Wat we nu aan het doen zijn, het is politiewerk, maar het wel het meest saaie politiewerk wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ook. En als ik dat van jou moet horen, dan... Oi, 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 oi. Maar volgens mij als je de 3 in, dan pakt hij zijn dienstwapen. Oh, kan je ook mee schieten? Ja, dat kan. Doe eens. Even kijken. Oh! Wat vet. Ja, ik heb ook een dienstwapen. Kijk, nu zie ik wel een vlek, maar dat verdwijnt na een tijdje. Hier, ik kan op jou... Jij hebt er wel een vest aan, zie je dat? En als we dan mensen aanspreken, hoe is dat ongeveer hetzelfde of niet? Mm. Nou, als je dat zo doet, is wel realistisch, ja. Ja? Ja, mensen... Ja. Nou, deze game is weinig. Ja. Maar wij zijn hier natuurlijk om een reden, Malek. Ja. Wij zijn om te kijken of deze games realistisch zijn, of politiewerk realistisch is. Police Simulator is dat niet. Ook al is het een simulator. Maar we hebben de afgelopen week met elkaar opgetrokken. Wij zijn bij streamers langs geweest. Die hebben verrast. Niet de streamers, maar vooral de moderators. Ja. Want we zijn namelijk bezig met de campagne Give a Nod to the Mod. Want moderators bij livestreamers doen vaak eigenlijk hetzelfde werk als wij hier nu op straat aan het doen zijn. Ja. Mensen in de gaten aan het houden. Parkeren ze wel netjes. Ja. Groeten ze wel netjes. Ja. En doen ze dat niet, dan grijpen we in. En dat doen moderators ook. Ja. En dan in Twitch streams. Zeker. Jij bent zelf ook altijd live op je eigen Twitch streams. En jij hebt ook moderators natuurlijk. Zeker weten. De afgelopen week hebben we de moderators van de stream met Lien, Morog en Jeremy Frieser in het zonnetje gezet. Die hebben een mooie award, hebben ze ook gekregen. Zeker. Maar Jij hebt ook moderators. Ik heb ook moderators. Sowieso even een dikke shout-out naar jouw mods. En we hebben ook wat voor ze natuurlijk. Nou. Hier. Ik geef hem even aan jou. Jij mag hem laten zien. En jij mag hem ook bij ze brengen. Want die hebben alle moderators waar we bij langs zijn geweest, hebben die gekregen. En dat is een mooi award natuurlijk. Heel mooi award. Die gewoon voor mijn mods is. En die verdienen ze ook. Sowieso. Heel dik. Echt super dik. Ik ben echt super blij met ze. En zonder hun kan ik dit natuurlijk gewoon niet doen. Nee, nee, super belangrijk. En wees jij ook een beetje lief voor de moderators op alle Twitch streams. Ook op die van ons. Want ze doen belangrijk werk voor ons maandelijk. Ik wil jou bedanken voor de afgelopen weken, want ik vond het echt super tof. We hebben veel tijd met elkaar doorgebracht, we hebben gelachen, we hebben deuren ingetrapt, we hebben moderators verrast, we hebben mooie awards uitgedeeld, we hebben mensen blij gemaakt en met het belangrijke werk wat ze doen, ook voor ons. Dus absoluut. Ik ga binnenkort wel een dagje met je mee. Altijd welkom. Je weet me te vinden. Ja, sowieso. Goed, bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een fijne video? Vergeet dan niet een reactie achter te laten in de comments met jouw favoriete moderator. Heb je die? Ongetwijfeld. Goed, en vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. Doei, groetjes.